story about a woman I know. I come to love her, she steals the show. Ain't exactly pretty, ain't exactly smart. 42, 39, 56, you could say she's got it all. Never had a woman like you. Doing all things you do. There ain't no fairy story, there ain't no skipping bone. But you gave it all you got, weighing in an ideal stone. You're a whole lot of woman, a whole lot of woman, a whole lot of roses, a whole lot of roses, a whole lot of roses. There's a whole lot of woman. Anything done, baby, you can turn me on. Only wanna turn me on. Walk through the nighttime, right around the clock. Woo! To my surprise, Rosie never stopped. She's a whole lot of woman. Wauw, Dirk! Dan kreeg iedereen weer onder hoogspanning, hè? Want die hoge noot, man. Precies voor iemand zo net even op een welgemikte plaats. Even, ja. Goed, Alex, wat vond jij ervan? Wel, ik ga waarschijnlijk weer in de herhaling vallen. Ik vind Dirk een vakman. Ik vind dat een ongelooflijke entertainer. Ik vond dat geweldig ook. Ik vind dat heel, heel plezant. Ik vind dat hij dat ongelooflijk doet. Ik moet zeggen, ook ongelooflijke dancing skills. Maar ik blijf het een ambachtsman vinden en geen kunstenaar. En ik ben voor The Voice op zoek naar een kunstenaar en niet naar een ambachtsman. Dus ik blijf erbij. Ik denk dat het ongelooflijk tof is om een avond met Dirk op het podium door te brengen. En ik kan mij ongelooflijk amuseren. En ik zeg het, hij zingt ongelooflijk soepel. Maar ik blijf weer al weg van de platenboer, denk ik. Dus voilà. Ik blijf bij mijn standpunt. Oké, okay, Koen. Ja, ik kan wel een aantal dingen begrijpen van wat Alex zegt. Dat is waar, dat is een vakman. En dat is waar, dat is heel veel fun. En dat is, het gaat Dirk allemaal zo gemakkelijk af, dat het lijkt zo piece of cake eigenlijk. Hij doet het zo gemakkelijk lijken. En dat is juist zijn straf. Daar is hij juist heel erg goed in. Als je bekijkt welke weg dat Dirk tot nog toe afgelegd heeft, van de blind auditions, over de battles tot nu, elke week die lives. Het is gewoon een gast die heel veel aan kan. Ik denk wel, Dirk, dat we zo'n beetje uw favoriete richting, we hebben wat moeten zoeken, maar uw favoriete richting hebben gevonden. Zo'n beetje big band meets soul. Je zou een crooner kunnen zingen. Maar als ik je dit zie doen, kijk, ik word er happy van. En ik vind dat heel, heel erg belangrijk. Dus dank je wel.